Een hele goede paaszondagmorgen. Welkom bij de stofjes. Eitjes gehaald voor zometeen. Is wel een beetje nodig. Gisteravond leuk feest. Of gisteravond. Gisterenmiddag, avond. Na de voetbalwedstrijd. Leuk feestje gehad. Aansluitend naar het voetballen. Was leuk georganiseerd. Is gezellig. Natuurlijk mooi weer. Dat is altijd goed. Alleen ja, zo'n zondagmorgen dan weer. Ai ai. Ging op zich, als ik dan uiteindelijk de tijden of de tijd bekijk die ik heb gelopen, is het nog zeker niet zo slecht. Maar ik heb het wel even aan moeten trekken. Ging niet heel gemakkelijk. Maar goed, geeft niet, moet kunnen. Weer vals licht. Oh. Pak je net. Oh, maakt even zo uit. Nou ja, in ieder geval was het was wel weer lekker. Ik bedoel, toch wel weer gegaan, toch wel weer lekker in het bos geweest. Het was goede temperatuur. Ik korte mouwtje. Ik heb wel een thermootje eronder aan. Kijk hier. Dan zou je gewoon een hemd thermo eronder aan. Voor het geval dat het toch net iets te fris was. Maar het was goed te doen. Het was echt lekker. En ja, zoals ik al zeg, vandaag paaszondag. Vandaag een thuis een paasbrunch maken. Mijn oudste dochter die had een plan gemaakt om een brunch te doen. Dus ja, ik ben benieuwd zo meteen. Ik moest alleen even wat eitjes meenemen. En ja, daar gaan we daar van genieten. Maar dan de rest van de dag gaan doen, dat weten we niet. Kijk maar eventjes. Het is wel erg mooi weer. Misschien dat ik, afhankelijk van wat er gedaan wordt, misschien dat ik blijf de motor pakken, even een rondje rijden. Oh, dat vind ik zo jammer. Net die weerspiegeling van de zon in mijn beeld heb. Maar ja. Het zij zo. Zometeen draait je de zijkant weg. Dus nadeel van met de telefoon filmen. Die heeft dan die van die zonnefilters. Ja, die heeft hij wel, maar dan moet je dat instellen. Ja, niet dat ik dat niet kan. Maar. Ik vind het een beetje lastig om dat nou te gaan doen. Maar goed, maakt niet uit. Het blijft toch een zonnemorgen, het is een beetje van alles wat praat. Nogmaals, gisteren feest gehad. Vandaag vrij met voetballen, morgen weer voetballen. Tegen Orion uit. Dus is lekker dichtbij. Hoeveel ik het dan niet helemaal op tweede paasdag naar bijvoorbeeld een Halsteren of een Minor of weet ik het wat, Zuid-Limburg. Dus daar hebben we dan ook wel een beetje mazzel mee. Dat we dan morgen een wedstrijd dichtbij hebben. 2 uur. Ik ben benieuwd. We hebben een beetje een. We zijn allen net als gisteren tegen OJC, maar toch een beetje een soort revanche gevoel. Daar thuis hadden we verloren. Ja, ze waren beter op dat moment. Wij waren gewoon niet in ons doen. Ja, en gisteren thuis hadden we uiteindelijk een gelijkspel eruit gesleept. Maar met 10 man. Ik kwam er redelijk vroeg met z'n tienen te staan. Helaas. Maar. En als dan uiteindelijk in de wedstrijd ook nog de mogelijkheid bestaat dat je 4-3 kan maken. Ja, dan doe je het dan uiteindelijk tegen OJC, die dan op dit moment volgens mij tweede staat. Dan doe je het gewoon niet slecht. Doe het gewoon goed met je groep. Baby, we hebben dit jaar een beetje een wat gehavende groep. Regelmatig wat geblesseerden die dan. Ja, iedere keer net wel naar die. Ja, en dan blijft er zo een beetje mee heen kloten. Om zo maar te zeggen, je kan er niet vast met je basis altijd blijven spelen. Dat je daar gewoon iets goed op de mat neer kan leggen. Dat doe je wel. Want het team zelf is gewoon een leuk team. Een gezellig team, jong. Zit wat
jongelui bij. Er zijn ook wat jongens van junioren. Van de A en Zaterdag 1 zijn die willen aanhaken. Dus ja, voor de toekomst is het ook wel lekker. Maar goed, ik ben thuis. Ik ga eitjes doen. En dan douchen, brunchje. En dan lekker Pasen vieren. Ik zou in ieder geval zeggen tot volgende week zondag. Dan gaan we natuurlijk weer gewoon normale loopje doen. Hoop ik. Zonder al te veel moeite. En dan zie ik jullie volgende week zondag weer. Ik zou zeggen, heb je de lucht gevonden? Blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie je jullie volgende week zondag weer terug. Ik zou zeggen, ciao.